De een rijdt er 60, de ander rijdt er 80. De Rijksweg van Nijmegen richting Malden. Maar hoe hard mag je daar nou eigenlijk rijden? Johan Leverink kent de situatie goed en werkt bij de provincie Gelderland. En wij zijn voornemens om in ieder geval de weg op 80 km per uur te laten. Omdat het ook een regionale functie heeft. Het is een hele belangrijke weg. Er zitten bijna 19.000 motorvoertuigen op. Een belangrijke ontsluitende functie voor Heijendaal. En er is op dit moment dus geen aanleiding om daar andere afspraken over te maken. Of een andere inrichting te kiezen dan die hoort bij een 80 kilometer weg. De gemiddelde snelheid op deze weg is rond de 70. Maar het is een hele drukke weg, hè, 's morgens en 's avonds. En dat betekent als het inderdaad drukker is, dat er een lagere snelheid wordt gereden. En dat zien we dus ook terug in de cijfers. Je moet je afvragen van, 80 kilometer is geen verplichte snelheid. 80 kilometer is een maximale snelheid. En ik vind het al heel mooi dat automobilisten hun gedrag aanpassen aan de omgeving. Hè. Als het druk is, en dat zie je hier regelmatig, dan wordt de snelheid aangepast. Karel Martens, hoogleraar planologie aan de Radboud Universiteit, is van mening dat er op de Rijksweg beter 60 kilometer per uur gereden kan worden. Volgens de hoogleraar zijn er diverse afslagen en is er veel jong fietsverkeer. Ja, als je kijkt naar de rol en de functie van de weg, dan hoort daar een 80 kilometer weg bij. En dan hoort daar ook een bepaald profiel bij. En je zou eventueel natuurlijk naar een 60 kilometer weg kunnen gaan. Maar dan moet je daar ook een profiel neerzetten. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de belijning, de middenstrepen eraf gaan. En of dat ten gunste is van de verkeersveiligheid, vraag ik me echt af. De weg nodigt misschien niet altijd uit om 80 kilometer te rijden. Maar het heeft wel een regionale functie. We proberen ook eenheid in het profiel te creëren. Dus een 80 kilometer weg hier is ook een 80 kilometer weg ergens anders. En het ziet er ongeveer hetzelfde uit.